Kijkers, hier ben ik weer, Jok, met weer een super toffe junior-uitzending. Het wordt weer spannend deze maand, kids, want op 12 november komt Sinterklaas met zijn Zwarte Pieten ook dit jaar weer naar Dordrecht. Nou, ik ga eens rondkijken hier of er al ruimte is gemaakt voor de stoomboot, want die komt hier binnenvaren als het goed is. Mooi hier, hè? Mooie plek, hoor. Nou, ik ga verder kijken. Ook zijn er hier al fietsers, kids. Kijk maar achter mij. Die net als ik over het water hierheen willen kijken. Voor mijn beroep van de maand ging ik dit keer naar een fietsenwinkel. Waar ik een gesprek had met de fietsenmaker. Ook dat is een gaaf beroep, hoor. Ik laat jullie het filmpje nu zien. En ik ga hier nog even verder kijken, hoor. Wauw, mooi plekje, hè? Ook voor Sinterklaas om hier aan te komen. En de pieten. Even verder kijken, hoor. Hallo, juniorkijkers. Hier ben ik weer. Jok, met dit keer een tof beroep van de maand. Ik sta hier voor een fietsenwinkel en ben best nieuwsgierig naar het beroep fietsenmaker. Laten we maar eens binnen gaan kijken of de fietsenmaker al op mij zit te wachten. Hallo meneer de fietsenmaker. Ik ben Jok van Junior Kids TV. En ik mag u wat vragen stellen over uw beroep, hè? Jazeker, Jok. Ik vind het leuk dat je er bent. Wat wil je graag weten? Hoe lang doet u dit werk als fietsenmaker al? Ik doe dit werk nu ongeveer al 25 jaar. Zo. Dat is best lang. Ja, maar met heel veel plezier. Ik vind het een leuk beroep. Het is veelzijdig. En er komt een feestje dadelijk. Vast wel. En hoe is het gekomen dat u dit werk ging doen? Mijn opa en mijn vader hadden samen al een fietsenwinkel. En dat was vlakbij ons huis. Dus ik kwam heel regelmatig daar zo over de vloer. En toen ging ik al vaak opruimen of schoonmaken. Ik ging etalages doen. En voor lieverlee ging ik reparaties uitvoeren bij hun. Dus zo is het een beetje gekomen. Moest u voor dit beroep naar een school voor fietsenmakers? Ja, ik ben ook naar school geweest, dus je kan ervoor leren. En hoeveel jaar is dat dan, die school? Die school is voor 2-3 jaar. Je kan verschillende niveaus kan je erin doen. En dan krijg u een diploma? Ja, zeker. Hoeveel fietsen maakt u dan per dag of per week? We maken ongeveer 15 tot 20 fietsen per dag. Wauw, dat zijn er veel. Zeker, maar het hangt ook een beetje af van het seizoen. Want in de winter maken we wat minder fietsen. En in de zomer maken we wat meer fietsen, want dan is het mooie weer. Mensen fietsen wat vaker. In de winter wordt er minder gefietst, dus maken we wat minder fietsen. Ja, en dan is het kouder, hè? Precies. Wat is er dan meestal kapot aan die fietsen? Een veel voorkomende reparatie is banden. Oh. Ja, lekke banden, banden die versleten zijn. Nu wordt het donker, dus er worden veel lichtreparaties worden er gemaakt. Licht moet natuurlijk werken, moet veilig zijn. Ja, tuurlijk. Spaken, reparaties, of kettingen die versleten zijn die vervangen moeten worden. Dus het is heel veelzijdig. Nou, dan heb je best veel te doen, hè? Altijd druk. Heeft u wel eens iets geks of iets grappigs meegemaakt? En wat was dat dan? Het meest grappige, denk ik, wat we nu hebben meegemaakt, is dat we een aap in de winkel hebben. En dat ben jij, Jok. Hoor je het, kids? Dat ben ik. Komen er hier veel kinderen om een fiets te kopen? Er komen regelmatig kinderen voor een fiets. En we hebben kinderfietsen vanaf 3 jaar. En ook verschillende soorten kinderfietsen. En mogen ze dan er eerst op proefrijden? Of kunnen ze dan al fietsen? De meeste kinderen kunnen als ze beginnen nog niet fietsen. En daar zijn weer op die fietsjes zijwieltjes voor. Zodat het fietsje stabiel is. Oh, van die zijwieltjes. Ja, dan kunnen ze leren fietsen. En fietsen is best moeilijk, want je moet je evenwicht goed kunnen bewaren. En anders ga je anders vallen. Dus fietsen is best lastig. En dan moet je oefenen.
veilig, hè? Ja. Worden er ook kinderfietsen als cadeau door Zwarte Pieten gekocht? We zien wel hier Zwarte Pieten rondlopen. Oké. Ja. Ja, die moeten dat doen voor Sinterklaas, hè? Ja, klopt. Wat een gaaf beroep is dit, zeg. Bedankt voor het gesprek, hoor. En mag ik even meekijken of meehelpen? Want u zei al dat u het erg druk hebt soms. Dat mag, Jok. Kom mee. Laat het zien. Oké. Spannend, hè, kids? En wat gaan we nu doen? Ik zou je willen helpen met de fietsband oppompen. Ja, kan ik proberen, hoor. Kom op. Pak jij hem vast. Ga hem pompen. Dan gaat hij. Kijk. Zo, dat is die. Oké. Als het goed is het gelukt. Even luisteren dan. Oh, jeetje. Oh, dat heb ik weer, hè, kids. Altijd weer alles verkeerd. Nou, u kan beter hetzelfde maar gaan doen, hè. Komt goed, Jok. Doei. Doei, Jok. Waar gaan jullie hier op 12 november staan, kids? Jullie zoeken natuurlijk ook een beste plek uit om de Sint en zijn Pieten te kunnen zien. Wat ik nu wil zien is Mees, onze junior medewerker, met zijn tweede natuurkundeproef van de maand. Ik ben best nieuwsgierig, kids, en ga er hier even voor zitten, hoor. Jullie ook thuis? Mooi uitzicht, hè? Hallo allemaal, vandaag ben ik hier zo in het mediacentrum in Dordrecht, in de keuken zeg maar daarvan. En we gaan weer een nieuwe scheikundige proef doen. En het is wel leuk op zich, want we gaan vandaag peper laten zwemmen in water. Dus ik heb er heel veel zin in. De benodigdheden zijn onder andere een glaasje water, een beetje water. Misschien heb ik er dadelijk meer van nodig, maar dan vul ik het bekertje even opnieuw. Een beetje afwasmiddel, echt een heel klein beetje eigenlijk. Wat peper. Zout heb je eigenlijk niet nodig. Laat ik dit maar even wegzetten. Ja, en dit heb je ook niet nodig. Als eerste ga ik dus een beetje water hier ingooien. Even kijken, nou, ik heb toch wat meer nodig, want het is een vrij grote ovenschotel, zeg maar. Oh ja, dat was ik vergeten te vertellen bij de benodigdheden. Je hebt dus ook een schaal nodig, zeg maar, of een bord waar je water in kan doen. Wacht even, ik doe even wat water nog erbij. Zo. En dan ga ik er nu peper erin gooien, in de schaal. Ik weet eigenlijk niet helemaal hoeveel, maar gewoon een beetje, zeg maar, zodat je wel wat peper erop ziet liggen. Zo, dat ruik je wel, maar oké. En wat ik dus nu ga doen, ik doe een beetje afwasmiddel op mijn vinger. Kijk, op mijn vingertop, zo. Kijk, ho. Ja, goed. Oké. En dan zou het nu als het goed is moeten gaan zwemmen naar de zijkant. Ik hoop echt dat het gaat lukken, want vorige keer is het ook niet gelukt. Kijk. Hoppakee. Dit is echt grappig. Nou, het is gewoon gelukt. Ja, het is gelukt. De peper die is dus weggegaan. En hoe komt dit, zeg maar? Doordat er dus dat water, dat zijn allemaal moleculen bij elkaar. Hartstikke ingewikkeld. Ik snap er zelf ook niks van. Maar als ik dan wat afwasmiddel of zo erin doe, want het water bij elkaar, dat is allemaal gewoon één soort. Je moet het, zeg maar, zien. Dan kijk als een groot zwembad en dat is een soort dicht laken. En als je daar dan wat afwasmiddel en zo en er dan iets insteekt, dan wordt, zeg maar, dat hele zwembad, dat wordt dan verbroken of zo. En dan gaat het allemaal zo uit elkaar weg. Nou, het is gelukt. Hartstikke mooi. Ik was er zelf niet helemaal van uitgegaan dat het gelukt is, maar dat is dus gebeurd. Hartstikke mooi. Scheikunde is niet mijn beste vak. Ik heb het ook laten vallen. Maar ik ben blij dat het gelukt is. Nou, hartstikke mooi. En kijk jullie volgende keer ook weer. Want dan ga ik ook weer iets heel spannends doen. Ik hoop dat het dan weer gaat lukken. Weten jullie al hoe of jullie hier naartoe gaan? Als een Sint of als een Zwarte Piet? Ik weet dat ook nog niet, hoor. En ook weet ik nog niet welke onderwerpen er in ons kindernieuws zitten deze maand. Laten we er dan maar gauw naar gaan kijken. Want er zullen vast wel weer leuke dingen gebeurd zijn in Dordt. Kijken jullie mee? Ik kijk hier verder, hoor. Oh, wauw. Kijk eens. Het lijkt wel of er al een stoomboot ligt. Ga ik even kijken of er al Zwarte Pieten aan boord zijn.
Het jeugdsportseizoen in Dordrecht is vandaag weer van start gegaan. Met de jeugdsporttoernooien deden vorig jaar maar liefst 5000 kinderen mee. Niet alleen zijn deze toernooien voor de groepen 3 tot en met 8, er is ook dit jaar weer aandacht voor de kleintjes. Dordsport werkt intensief met verenigingen om deze toernooien te organiseren. Voor altijd jong. Het thema van de kinderboekenweek inspireerde basisschool De Sterrenkijker om de rollen eens om te draaien. In plaats van door opa en oma voorgelezen te worden, lazen groep 7 leerlingen ouderen voor. Ten slotte bereikte ik de deur van mijn huis. Het is een deftige deur van mahoniehout. Ik haalde mijn sleutelbos tevoorschijn en ging naar binnen. Plotseling gingen alle lichten aan. Hartelijk gefeliciteerd! Help! Wat? Wie? Ik sprong verrast achteruit. Meer dan 100 muizen verspreid over mijn hele huis zongen in koor. De kroonluchters trilden ervan. Een liedje dat ze speciaal voor mij hadden gemaakt. Hoera voor stilte! Ik heb voorgelezen aan de ouderen van de Bonmonde. Wat heb je voorgelezen? Het is mijn eigen boek. Die mochten we mee naar school nemen. Toen gingen we oefenen om voor te lezen aan deze mensen. Ja, het is eigenlijk best leuk. Alleen in het begin kan het soms best spannend zijn om te doen. En was het ook spannend? Ja, in het begin, omdat ik de eerste was die voor ging lezen, was dat ook wel best spannend. Maar uiteindelijk ging het ook wel weer goed. Echt niet zo leuk. Kijk zelf maar eens. Op die oude zwart-wit foto's lacht er nooit iemand. Lachen en lachen maar. Ja, ik zie het. Als je uit Dordrecht komt, ben je een schapenkop. Maar bij de Intertours namen ze dat wel erg letterlijk vandaag. Kinderen van alle leeftijden konden meehelpen met het verven van 2 kunstschapen. Kinderen gaan natuurlijk al graag naar de speelgoedwinkel, maar nu helemaal. Nu is dit nog maar het begin. Maar waar die kunstwerken dan komen? Nou, deze kunstwerken worden van Intertoys, maar de andere kunstwerken, dat is nog geheim. En daar ga je binnenkort heel veel over horen. Let op, operatie Schapenkop. Ik weet dat Sinterklaas en zijn pieten hier aan de wal stappen, kids. Alleen weet ik nog niet wat we van ze zullen krijgen. Pepernoten en cadeautjes natuurlijk, als je tenminste braaf bent geweest. Dit is weer het eind van ons programma, maar een volgende keer, dan ben ik er natuurlijk weer. Tot dan, doei. Oh, kijk eens, wat een groot anker. Die hoort natuurlijk in het water, hè. Zal ik dat dan maar doen? Nou zeg, dat is zwaar. Nee, dat lukt me niet, hoor. Zit nog vast ook. Au.